De Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO, heeft vandaag eerbied getoond aan de grote strijder Ronald Abaiza. De CLO heeft samen met andere vakorganisaties kransen gelegd bij het monument van Abaiza op de hoek van de Dr. Sophie Redmond en de Zwartenhovenbrugstraat. Abaiza was bestuurslid van de bond bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en werd vandaag 48 jaar geleden op 27 februari 1973 tijdens een protestmars over betere lonen doodgeschoten aan de Henk Aronstraat. Abaiza was een vakbondsleider die voor de belangen en verbetering van de positie van de arbeidersklasse opkwam. CLO brengt daarom elk jaar op deze dag samen met andere vakorganisaties een eerbetoon aan deze grote vakbondleider.